Welkom bij weer een nieuwe Amsterdam video en vandaag gaan we een hot kopen in Amsterdam. Dus je weet, ik heb al vaker al reviews gedaan met mijn huis, maar ik ben een tijdje meer gestopt. Maar ik wil even vandaag dus even een hondje kopen, want ik verveel me even eenzaam, weet je. Ik heb even, een hondje nodig, dus dat ga ik vandaag doen. Laten we beginnen. Weer een mooie dag en vandaag weer tijd voor iets heel leuks. Ik ga een hond kopen. Ja, dat wou ik altijd al, dus ik vond het maar een beetje, ik vond mezelf maar een beetje eenzaam in dit huisje. Ik heb besloten om een hond te kopen. Die heb ik even besteld via de dierenasiel. En die ga ik dus vandaag ophalen. Dus even verzorgen. Moet ik eerst even een autootje. Ik spring hem over het hek, ik heb niet zin door het huis om te gaan. Ik ga zijn Audi pakken. De BMW. De Audi. Een heel mooie Audi. Oké, nou. Nou, we gaan onze hond even ophalen. Hij is, die verkoper is in de fabriek. Hij wil hem voor 500 euro aan mij overgeven. Dus is best goedkoop, maar ik hoop dat hij dat besteedt. Hier is het al, in de fabriek. In de verkoper er niet of zo? Of, hallo? Kijk, het hondje daar, dus... Ik zie geen verkoper. Nou, dan stel ik hem gewoon. Die verkoper krijgt niks. Hoi, hondje. Kom je met me mee? Hoi, hondje. Kom je met me mee? Paf. Ja, goed zo. Braaf hondje. Kom maar mee. In de auto. In de auto. Nee. Je bent wat allergisch voor die hond. Oh, nee, je bent allergisch voor die hond. Nou, we gaan hem weer naar huis brengen. En dan, ik ben geen hond. Ik zeg ook niet dat het een hond is, maar oké. Nou, we hebben de hond opgehaald. Ouks gestolen, want ik heb die verkoop niet gezien en dat is ook niet betaald. Oeps. Ach ja, dat geeft niet. We gaan hem dus meenemen naar huis en even zorgen. Ik moet er wel even naar de dierenwinkel. Misschien even wat eten kopen, dat soort dingen. Ik zal mij parkeren. Ik loop helemaal de verkeerde kant. Rijd helemaal de verkeerde kant op, zo. Hier parkeren. Toen nou. Ja, maar oké. Zo, nou, ik heb de hond. Ik heb de auto geparkeerd. Misschien tegen de boom aan, maar dat moet je niet. Pak het hondje uit auto. Doet op schoot. Nou, we gaat huis in. Nou, we zijn weer thuis. Ik heb het hondje in de achtertuin. Ik doe net alsof, even kijken hoor, wat is dit? Net alsof de tafel is een hondhokje is. Dit is jouw hokje. Dit is jouw hokje. En daar kan je dus in slapen. En krijg je voer. Ja, waf. Moet ik goed, maar... wat kom jij in één keer inbreken? Wat kom jij in keer inbreken, oom? Stoute oom. Mijn oom die breekt zomaar in. Dat is niet leuk. Ik kom alleen kijken. Oom? maar. Hondje. Hondje. Ik ga even naar de dierenwinkel. Ik ga even om de dieren omvoeren voor jou. Best zo terug. De oom. Die past wel. Mijn oom past wel even op je. Oh, die oom past wel even op. Oom. Niet zomaar en me op straat laten gaan, hè? Je weet wat ik dan doe bij je? Dan krijg je slipper. Dan krijg je slipper. Nou, tot zo. Nou, ik ga ze naar de dierenwinkel om wat te voelen. Lijkt mij wel leuk. Oh, ik moet even mijn Audi pakken natuurlijk.
Even kijken of ze het doen, wat die home doet hoor. Even kijken, even kijken, even kijken. Kom, we gaan spelen. Oké, dan gaan ze spelen. Oké. Ga ik ondertussen even naar de dierenwinkel komen, voerbakje en voer en daar drinken en zo. Dus even kijken of ik mijn auto hier weg krijg. Ja, oké, mooi. De volgende dierenwinkel heet dichtbij, want ik haal bij de Albert Heijn weg. Daar hebben ze ook wat dieren voor. Hoppakee. Hier parkeren als het lukt. Ik vind dat ik toch zo slecht in parkeren, hè? Ik ben naast het rijden ook gewoon slecht in parkeren. Dat weet ik nu ook wel. Nou, toen nou. Ik heb ook nog nooit parkeren geleerd. Misschien moet ik echt een keer op rijles gaan. Maar we zijn bij de Albert Heijn. Ga eens even kijken. Waar is het dier? Wat honden voor? Hondenbrokjes. Waar zijn die? Ja, hier. Oké. Pakt hondenbrokjes. Pakt speeltjes. Die heb ik ook nog niet. Dus die lig je toevallig ook in de reclame. Die kan ik zo pakken. Ja, en ik pak een voerbakje. Die heb je toevallig ook te koop. Pak het voerbakje. Nou, dan ga naar de kassa. Betaald. Oh, hallo. Ik wil graag hondenvoer en een voerbakje en speeltjes kopen voor mijn hond. Hoeveel kost het? Ik wil wel even weten hoeveel het kost. Dat wil ik wel even weten. Omdat ik het ben, 5 euro. Oké. Betaald 5 euro contant. Zo, nou, ik heb het gekocht. Ja, graag. Ik wil ook wel even een wonnetje. Dan kan ik onthouden wat ik moet kopen. Wat ik heb gekocht, bedoel ik. Dus ja, dat is wel best even handig. Pak het wonnetje, geeft. Dank je. Fijne dag nog. Nou, we zijn klaar en we gaan terug naar mijn huis. Zo, de verkoper gaat daarheen. Oké. Die kan net aanrijden, zag ik wel. Nou, we zijn weer mijn huis. Even parkeren. Oh. wat die weet ik met deze scooter. Zo. Even parkeren op mijn straat. Bij mijn huis in de Poeselaan. Ja, oké, ze zijn er nog. Ik ga eens even alles uit de auto pakken. Oh ja, zo, alles uit de auto gepakt. En nu ga ik het even hierheen brengen. Dan ging ik over het hek. Hallo. Ben er weer. Hoe is het met het hondje? Goed, hij doet zijn best. Oké, mooi zo. Ik heb net even wat dingen gekocht voor het hondje. Legt voerbakje in hondenhok. Doet er wat voer in. Zo. Het hondje verdient nu wel wat eten. Zo. Hij gaat uit bak eten. Mooi zo. En dan legt speeltjes hier neer. Waarom? Wat doet de politie? Gaat in één keer in mijn tuin? Wat doet in één keer een politieagent in mijn tuin? Blijf van mijn hond af! Blijf van mijn hond af! slaat knock-out, zo. Pakt hond terug. Zo. Nou, hij werd hond weer. Dankjewel. Moet ik eens van. Wat doet de kamer in mijn tuin? Waarom moet de kamer en de politie in mijn tuin? Wegwezen, ja? Geen kamer in mijn tuin. Ik snap ook trouwens niet waar het om nou is. Want hij staat ook niet anders hier als al is. Want hij moet ook naar gemeentehuis. Ja. Nou, ik pak eens even een speeltje. Pak het speeltje. Gooit in tuin. Fang. Hij heeft de hond. Hond bijt. Oh. Nou. Wij gaan.
Ik ga slapen. Hondje, lekker slapen. Ik ga slapen. Pak bal terug. Nou, we gaan slapen. Ik ga, ik kijk wat weer en dan gaan we slapen. Dat was de video. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en leuk. En dan zeg ik, laters. Laters.